Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Een vrije voetbalweek, dat zou het moeten worden, maar werd het afgelopen week helaas niet. Dinsdag was natuurlijk die uiterst pijnlijke uitschakeling in de Toto KNVB-beker tegen Spakenburg. En van een echt eerherstel tegen Fortuna Sittard, het duel van afgelopen vrijdag, was ook niet echt sprake. Maar lichtpuntjes, ze zijn er gelukkig altijd en overal. Ook afgelopen week, Zakaria Labiat maakte zijn rentree überhaupt op het voetbalveld, maar ook in het shirt van de FC. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we van alles gaan doen, maar hoofdzakelijk gaan bijpraten met de man waar we het net al over hadden, Zakaria Labiat. 30 minuten gespeeld in het eerste duel, 60 uiteindelijk tegen Fortuna. Beetje dubbel voor jou denk ik dan, hè? Ja, absoluut. Ik denk het meest pijnlijke was toch wel de uitschakeling in de beker. Voor de club, ons als team, val je in bij 2-0 achterstand. Ja, en dan verlies je de wedstrijd met 4-1. Ik denk dat het voor iedereen die de club een warm hart toedraagt, dat het pijnlijkste moment is van dit seizoen. Ja. Nee, hoe heeft de knie gereageerd? Ja, heel goed. Eigenlijk helemaal geen last gehad of geen stijfheid. Dus nee, mijn lichaam lost het goed op. Ja, en ook leuk. Een staande ovatie van de fans, hè? Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar een uurtje gespeeld, de wissel tegen Fortuna. Dat moet toch wel wat met je hebben gedaan? Ja, tuurlijk. Absoluut. Ik heb natuurlijk een hele fijne tijd gehad hier in mijn eerste anderhalf jaar in 2017. En om vervolgens... Ja, weer een rentree op het voetbalveld te maken waar je een hele leuke tijd hebt gehad. En met fantastische supporters is dat ook alleen maar fijn. Vooral dat ik nog in hun gedachten zit. Ja. Ja, winst of verlies. We blikken in FC Utrecht even weer altijd terug op het laatste duel. Ook nu. Utrecht dat vrijdag dus bezoek kreeg van Fortuna Sittard. Een duel waar we op gaan terugblikken door middel van de reacties van Vasilis Bargas, Mark van der Marel en Michael Silberbouwer. Utrecht op zoek naar revanche en de supporters op de Bunnik-site melden zich dus pas na een minuut of vijf. Je zou zeggen dat helpt toch niet. Hoe presenteert FC Utrecht zich na een van de meest pijnlijke nederlagen in de clubgeschiedenis? We hebben als team geprobeerd bij elkaar te blijven en langzaamaan de wedstrijd in te vechten. Ja, dat resulteerde denk ik in de verdiende 1-0. Doevikas en Utrecht op voorsprong. I think we played good. We had some good moment. It was the details. En dan valt hij goed voor Bistrovic. Bistrovic, het doelpunt is daar. That we didn't go through and that is also something that the players feel and that's what also I'm saying. Yeah, some confidence missing. Lastige hoek, maar hij zit erin. I'm 100% responsible for the second goal and for the defeat. So yeah, I want to say sorry. To my teammates first and second to the fans. Ik hoop wel dat gezien wordt dat wij dit ook voelen. Wij zijn topsporter en dinsdag wil je het liefst verdwijnen van de wereld. En na de nederlaag van afgelopen dinsdag is dit opnieuw een enorme dreun voor de ploeg van Silberbouwer. Ja, we moeten aan de bak en dit voel je diep van binnen. En ja, dan moeten we uiteindelijk weer de kracht uitputten om volgende week zondag die drie punten op te halen. Een uiterst teleurstellende week voor FC Utrecht en heldere taal van de hoofdtrainer en uiteraard ook diverse spelers. Waaronder Vasilis Bargas, die zich nogal schuldig voelt bij die nederlaag tegen Fortuna Sittard. Neemt hij niet iets te veel schuldgevoel op zich, vind jij? Jawel, dat heb ik hem ook verteld eigenlijk. Hij gaf het al zelf snel direct aan na de wedstrijd tegen Fortuna. Maar ik denk dat hij tot nu toe een fantastisch seizoen keept. Ja, en de goals... die we tegenkregen zijn echt een teamfout eigenlijk, om het zo te noemen, geen persoonlijke fout. Nee. Hoe blik je dan terug op die tegendoelpunten? Kunnen jullie echt naar de tekentafel gaan en aangeven, oké, als die persoon iets meer doordekte, als die een duel aanging, dan zouden we niet in de situatie zijn gekomen? Jawel, natuurlijk. Kijk, als je een beetje voetbalintelligentie hebt, dan zie je wel dat iets een persoonlijke fout is. Ik wil absoluut niet spreken over crisis binnen de club of binnen ons elftal, want hiervoor waren we wel een goed elftal. Dus nu zitten we in een soort van rampweek. Twee wedstrijden verloren en we moeten weer door. En ik heb nog nooit een seizoen meegemaakt waar,
waar het vlekkeloos ging. Een paar weken geleden koos jij natuurlijk doelbewust voor FC Utrecht. Goede naam, prachtig cv, dan loont ook al snel een lucratief avontuur. Ja, dat had ik kunnen aangaan, maar ik heb nu gekozen om in een vertrouwde omgeving, een bekend stadion, bekende supporters, teamgenoten waar ik eigenlijk al 2 maanden mee trainde. Dus daarvoor heb ik gekozen en het andere komt allemaal later wel. Ja, een beetje gekozen voor je stadje, hè? Ja, precies. Ja, praten zo met jou verder, onder andere over de komende weken, maar ook over jouw eerdere periode bij FC Utrecht. Maar eerst naar een duel. Van afgelopen maandag, toen kreeg Jong FC Utrecht namelijk bezoek van Roda JC. In de eerste helft kregen we dan de eerste doelpunt tegen. En eigenlijk hadden we dan een moeilijke eerste helft, maar de tweede helft komen we dan wel goed terug. 1-1. En dan krijgen we heel snel wel die tegendoelpunt, wat het ons wel heel lastig maakt. Ondanks de 3-1 nederlaag tegen Roda JC kon het publiek op Zuiderbalg wel genieten van Jannik Leliendal. De linkervleugelverdediger was aanvallend dreigend en leed nauwelijks balverlies. Hij was wel aanwezig. En dat is ook wat we graag van hem willen zien, dat hij gewoon zich bemoeit ook met de laatste aanval, de laatste fase van onze aanval. En dat was vanavond wel vaak geval. Die komt dan uiteindelijk bij Leliendal, gevloerd. Oh ja, aanvallende kracht zeg maar en verdedigend kan ik ook mijn mannetje staan. En eigenlijk gewoon dat ik eigenlijk zeg maar ook kan zwerven, het middenveld in kan komen, dus ja. Ja, want wat me ook opviel wat je zegt met dat je verdedigend je mannetje kon staan. Je verloor heel weinig duels en je kan goed in die duels komen. Ondanks dat je niet de allergrootste bent, maar je kan er wel goed in komen. Ja, klopt natuurlijk. Gewoon mijn lichaam erin gooien, gewoon alles even. Dat je toch wel je lichaam erin gooit en dan eigenlijk het bal de werk laat doen. Zeg maar dat die naar jou toe rolt eigenlijk, dus op die manier. De 20-jarige Leliendal kwam afgelopen zomer over van VVV Venlo. De verdediger is inmiddels een vaste waarde bij Jong FC Utrecht. In 22 van de 27 competitieduels kwam hij in actie. Nou, in het begin van het seizoen kon hij nog geen 60 minuten spelen. Op het niveau van betaald voetbal, ook fysiek en conditioneel dus. En heel veel dingen tactisch en technisch inhoudelijk, met name tactisch, heeft hij gewoon gepakt. Ja, ik heb het toch wel heel veel erover met de trainingen. Trainers bedoel ik. Als back zijn, dan moet je het hele 90 minuten gewoon kunnen volhouden om op en neer te kunnen rennen. Dus ja, vraag wel veel energie van je. Het wordt 2-1 voor Jong Utrecht. Jannik Leliendal met zijn allereerste treffer in de keukenkampioendivisie. Ik denk dat ik nu betere positie kan kiezen tussen wanneer ik zeg maar een beetje hoger mee aanval en wanneer ik er tussenin sta. Dat ik ook nog mijn verdedigend werk kan doen. Dus ik denk dat dat een heel groot verbeterpunt is van mij dit seizoen. Ja, en met het oog op de toekomst is ook voor het eerste van FC Utrecht de linksbackpositie wel interessant. Ja, natuurlijk. Ik zit gewoon te wachten op mijn kans. En als die komt, pak ik hem met beide handen. Ja, van Jong FC Utrecht praten we verder met onze gast van vandaag, Zakaria Labiat. De man die tussen 2017 en 2018 ook al 1,5 jaar bij FC Utrecht speelde. 58 officiële duels, betrokken bij 36 doelpunten. Mooie cijfers als je er zo op terugblikt. En wat mogen de fans nu van jou verwachten, Zakaria? Ik denk hetzelfde. Dan kun je aan de bak hoor. Ja, ik ben wel een speler die altijd op zoek gaat naar kansen creëren, goals maken en assisten geven. En als speler ben ik niet veranderd. En dat zou ik ook ieder wedstrijd van mezelf moeten verwachten. Ja, als speler niet veranderd, waarin ben je gegroeid, verbeterd? Ik denk meer in mentale opzicht. Vooral na mijn blessure ben ik mentaal was ik al sterk, moet ik zeggen. Maar nu nog sterker en nu geniet ik eigenlijk nog meer van het spel. Omdat ik dat de afgelopen 10 maanden eigenlijk niet kon doen. Ben jij een jongen die doelpunt uit het verleden, die jij hebt gescoord, kan dromen, op het netvlies heeft staan? Ja, denk het wel. Denk het wel. Waar was je op 18 maart 2017? NEC uit. Oh, dat vind ik echt mooi dit. Ja, dat was mijn eerste basisplek toen bij Utrecht eigenlijk. Ja, nou laten we hem erbij pakken, je eerste goal ook. Ja, en Girano speelt hem volgens mij naar binnen naar mij. Ja, en ik schiet hem, hij wordt nog van richting veranderd. Dat was mijn eerste doelpunt voor FC Utrecht. Ja, jij wist hier niet zo goed wat je moest doen, hè? Nee, ik ben sowieso geen kanjer in juichen, dus... Nee, nou ja, we hebben wel veel dingen voorbij zien komen. Toch de camera opzoeken, hartjes en gekke bekken trekken bij camera's. Ja, ik ben geen kanjer in juichen. Ah, is toch mooi dit?
Ja, zeker. Ja, ligt er een gezonde druk op die wedstrijd bij NEC of moeten we helemaal niet van druk spreken, vind jij? Ik denk dat iedere wedstrijd wel druk met zich meebrengt. Op welke manier wonnen we wedstrijden en daar naartoe gaan. En dat blijven uitvoeren en geen andere dingen uitvoeren omdat we nu 2 wedstrijden hebben verloren. Precies. We gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van aankomende zondag met 2 teamgenoten van jou. Net als Zakaria, behoorlijk aanvallend ingestelde spelers. Otman Boussaïd en Tasos Doufikas. Het moet gewoon beter. Het is niet de FC Utrecht die we eigenlijk horen te zijn. We moeten gewoon veel beter voetballen en gewoon die punten pakken. Dus ja, we moeten wel samenkomen nu en dichter bij elkaar en het erover hebben. En ja, gewoon laten zien uit tegen NEC. Ja, we gaan to keep our head up, to continue working hard and yeah, to change what happens right now. Tasos Doufikas scoorde tegen Fortuna alweer zijn 12e competitietreffer en daardoor is hij weer in zijn eentje topscorer van de Eredivisie. Yeah, of course it's too much important for me, but yeah, with we have to give everything for the team as I do, of course, but yeah, I think the most important right now is to take the wins and not for only scoring goals. I'm happy when my goals help the team to win, not to score and lose. It's a difficult feeling. Yeah, I look at it a lot of times. It's really nice for me. It gives me a lot of good vibes and energy. So yeah, I like it a lot. Otman Boussaïd bereikte deze week 2 mijlpalen. Dinsdag 7 maart ben ik jarig, 23 jaar. Dus ja. 23 jaar ja. En afgelopen vrijdag tikte je de 100 wedstrijden voor FC Utrecht aan. Oh ja, dat is ook nog waar, ja. Dus ja. Dat is eigenlijk niet normaal. Hoezo? Ja, ik vind dat heel veel van jouw leeftijd. Oh zo, ja. Ja, ik speel al redelijk lang bij FC Utrecht. Nu 100 wedstrijden in mijn zak, dus ja. Maar dat is allemaal bijzaak, vind ik. In die 100 duels maakte Boussaïd zijn eerste goal tegen Ajax. Maar dat was niet zijn mooiste moment in dienst van FC Utrecht. Sparta thuis. Dat was 2 jaar geleden, ja, toen ik inviel. Ja, die tijd zat ik echt niet lekker in mijn vel. En ja, uiteindelijk met die goal, ja, gewoon opluchting. Dat was ook niet de beste situatie in mijn carrière. Dus vandaar die goal. Maar nu op naar NEC om in Nijmegen de 3 punten te veroveren. En ja, ik denk dat we alles moeten geven om een really good football te spelen. En ja, we kunnen veel doen met hen. Voetbal dat gewoon iedereen gewoon hongerig is en gewoon de strijd levert. Als iedereen dat levert, dan heb je al een grote kans om die wedstrijd te winnen. En dan als je gewoon ja, probeert te voetballen, gewoon, ja, dan pak je gewoon die 3 punten, denk ik. En Boussaïd wil natuurlijk zijn 101e duel onvergetelijk maken. Ja, ja, dat ook nog. Ja, hoop ik dan. Dan is het iets wel persoonlijk voor mij dan. Ja, Utrecht op bezoek bij NEC. De wedstrijd die aankomende zondag al behoorlijk vroeg begint. Namelijk het duel van 12:15. Utrecht dat in Nijmegen wordt gesteund door behoorlijk wat supporters. Uitvak was razendsnel uitverkocht. 12e man die zich dus weer behoorlijk gaat laten zien daar in Nijmegen. Altijd mooi om dat soort dingen te horen. Ga jij in de basis starten, denk je? Ja, dat weet ik niet. Kijk, de afgelopen wedstrijd tegen Fortuna. Ik ben er klaar voor natuurlijk. Maar dat was meer ook een noodgedwongen optie. Met blessures natuurlijk, met Luc Brouwers, Victor Jensen die half fit was. Maar goed, ik ben er klaar voor en ik voel me lekker en ik voel me fit, dus ik ga er wel vanuit. Waarom niet? Ja. Ja, en weer zo'n fraaie poeier zoals in 2017, want dan is de cirkel wel een beetje rond, hè? Met die eerste voor de club toen en dan nu weer. Ja, ik hoop het wel. Alhoewel in 2017, dat was mijn eerste keer dat ik basis stond. En natuurlijk weet ik ook en weten wij dat de supporters op dit moment teleurgesteld in ons zijn. Maar we verwachten dat de supporters vol achter ons gaan staan. Ja. Mag ik je heel veel succes wensen met alle doelen die je voor jezelf, maar die jullie ook als team natuurlijk hebben dit seizoen. Yes, dankjewel. Ja, en tot zover alweer deze uitzending van FC Utrecht TV. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Gaan we hopelijk volop nagenieten van die wedstrijd bij NEC. Maar ook zeker toeleven naar het duel van de zaterdag. Want dan krijgt Utrecht het bezoek van Go Ahead Eagles. En we zijn ook aanwezig bij een topper van FC Utrecht onder de 18. Dus heel graag tot dan.